motoclubs. Iedereen kent ze wel. Stoere mannen met leerjassen en vol tattoos. En natuurlijk motors. Al zolang er motorfietsen worden gebouwd, zoeken motorrijders elkaar op. Midden jaren 30 ontstond de eerste motorclub in de Verenigde Staten. Na de oorlog in Nederland ontstond er vrede en vochten jongeren zich weg bij hun ouders en kochten brommerfietsen. Ze rebelleerden. Zo ontstonden de Nozems. Tegenwoordig hoor je veel dat er veel criminaliteit ontstond onder de motorclubs. Maar zijn ze nou echt zo slecht? Hallo, met wie spreek ik? Met Jan de Boer. En Sonja de Boer. Vertel maar heel even wat, een klein beetje over jullie zelf. Een rare vraag. Nou, we hebben elkaar leren kennen op de motorclub in Oud-Geest, MC De Pul. In 1999, als ik het goed herinner. Nou, eigenlijk konden we elkaar al veel eerder. We komen 94. Ja. We kwamen samen tegelijk bij de motorclub. Oké. Ja, alleen niet echt samen. Nou, dan de eerste vraag. Hebben jullie ooit op een motor gereden? Ja, toevallig wel, ja. Ik niet. Nou, vertel me maar wat over. Ja, ik ben begonnen op een Yamaha Virago uit 1995. 85 was het trouwens. Nog veel ouder. Dat was een rotmotor, toen een Suzuki Intruder. Dat was iets beter. En daarna een echte Harley. En nu heb ik mijn tweede Harley. Sportster. Oké. Okay. Zaten jullie... ik wil natuurlijk gezegd dat jullie elkaar ontmoeten op de motorclub. Vertel maar even wat jullie daar deden. Allemaal. Ja, zo even vol is. Nou, we deden over het algemeen Rugby Cup. Schaken en sjoelen. Zoals je kunt zien, doen ze niks verkeerd. Gewoon Rugby Cuppen, schaken en al die andere dingen. Maar laten we nu de rest van het antwoord ook even horen. Echt zelf feesten met z'n allen, muziek luisteren, toerrijden, motorrijden. Dat is wel belangrijk. Alles wat daar een beetje omheen hangt. En dan iets over toe rijden. Waarheen? Boah. Hoe het uitkwam, vaak naar festivalletjes, andere motorclubs, evenementen wat met motorrijden te maken heeft. Of georganiseerde toerritjes. Werd dan door een paar leden een rit georganiseerd. En dan reden we met tegenmotor een rondje door Noord-Holland of zo. Mm-hmm. Of door Amsterdam. Hebben we ook al, dat is een van de laatste toerritten geweest. Of naar Limburg op en neer, het kippetje halen. Gewoon even. In dit deel werd dus beschreven dat ze even naar Limburg op en neer rijden voor een kippetje. Iets heel anders dan wat Peter R. de Vries zegt in het nieuws. Oké, volgende vraag. Vindt u dat de media alle slechte activiteiten van de motorclubs doen te erg in de nieuws weergeven en de goede dingen schot als niet in de nieuws laten? Ja. Ja. Heel erg zelfs. Geef eens een paar voorbeelden. Nou, dat als er eentje een beetje drugs gebruikt bij een motorclub, dan wordt de hele club daarbij betrokken. En als eentje bijvoorbeeld iets met een wapen doet of iets wat niet mag, dat de hele club daarbij betrokken wordt. Door de justitie en al dat gedoe. Ja. En de positieve dingen, zoals kinderen die een handicap hebben. Dat ze die helpen met een toerrit, als dat hun grote wens is. Daar hoor je niks over. Zoals Jeroen van Raalte in de Volkskrant schreef, heeft ongeveer 58% een strafblad. Maar is dat wel waar? Ik denk van niet, want er zijn genoeg motorclubs in Nederland waar dat niet zo is. Bijvoorbeeld in de MC De Pul. Ja. Of gewoon de normale motor, de motorclubs die gewoon normaal rijden. Gewoon alleen maar voor de gezelligheid zijn. Mm-hmm. Van waar wij lid van waren. Daar hoor je ook nooit wat over. Zoals je dus net hebt gehoord, zorgt justitie en het nieuws voor dat motorclubs minder dingen kunnen organiseren. Bijvoorbeeld...
organiseren motorclubs ook andere leuke evenementen? Ja. Vertel me wat dat over. Dat zijn motortreffers dus. Dat kan landelijk zijn, dat kan all American wezen. Dat is dat alleen Amerikaanse motoren mogen wezen, maar dat kan ook voor alle motoren. In een privéclubs waar andere motorclubs op uitnodiging komen. Dit was over het algemeen voor iedereen. Vooral voor uitgeesters. Koningin in de dag. En dat is de laatste jaren helemaal weg. Vanwege dat gedoe met die motorclubs. In de media, het kwaaie daglicht. Ja. En dan is nu de vraag, wat voor muziek wordt nou gespeeld bij zulke evenementen? Welke muziekgenres zijn typisch voor een motorclub? Rockmuziek, blues, een beetje hillybilly af en toe. Ben ik wel mee eens, ja. Sporadisch disco. Misschien wel heavy metal, ja. Voor sommigen. Sporadisch disco. Als we eens een discoavondje organiseren. Ja. Ik heb net iemand gebeld, die gaan we nu interviewen. En we gaan vragen stellen over motorclubs en wat ze ervan vinden en of ze bekend zijn met de criminele activiteiten. Okay. Ben je bekend met motorclubs en wat vind je ervan? Nou, ik ben er niet echt bekend mee, dus ik heb er niet echt een mening over. Maar ik hoor wel dat er veel criminaliteit bij zit. En merk je iets van motorclubs als je buiten gewoon op straat rondloopt of zo? Nee, niet echt. In Castricum zitten niet echt veel motorclubs of zo, dus daar heb je niet echt last van. En ben je bekend met de criminele activiteit van motorclubs? Weet je wat het inhoudt? Ja, ik zie het wel vaak op het nieuws komen. Maar voor de rest, ik heb het niet echt persoonlijk meegemaakt. Dus maar weet je ongeveer wat er zou kunnen gebeuren binnen wat crimineel is in een motorclub? Ja. En wat is dat, denk je? Nou, dat ze gewoon kunnen schieten. En nu het moment waar iedereen op heeft gewacht. De bloopers. Welke muziekgenres vinden jullie typisch bij een motorclub passen? Rock and roll, blues. Een beetje rock, een beetje blues. Hier is het trouwens. Ja, lekker. Zet hem even pauze.